Gaan we het mixen. Oké, de bananenmilkshake is zeg maar klaar. Dus dat gaan we nu even in de glazen doen. En ik heb dus ook nog kaneel. Dat kan je nog eventueel doorheen doen. Ik doe dat dus bij sommige glazen. En dat doe ik dan even mengen met een kleine garde. Zo. Doe ik daar even wat kaneel door. Ik zelf hou van best wel veel kaneel, dus ik doe er wat meer in. Oké, de milkshakes zijn klaar. Ze zien er dus zo uit. Laat jij het maar even zien. Dat is dus zonder kaneel. En ja, dan gaan we dus nu proeven. Oké, ik zelf vind hem echt super, super lekker. Ja, wat vinden jullie ervan? Ja, dat is ook echt een 10. Echt heel erg lekker. Dat is echt zo'n aanrader. Maar zou jij er zelf nog kaneel door willen? Of vind je het zonder kaneel ook wel prima? Nee, ik vind het zonder kaneel ook prima. Oké, dus als je geen kaneel is, dan kan je er op allergisch, ik weet niet. Dan is het dus zonder kaneel ook super lekker. En ja, dat was dit deze video. Dus bedankt voor het kijken. Doe ook nog een duimpje omhoog. En tot de volgende keer. Doei!